Goedemiddag. Ik begin even met wat krantenkoppen. Ondanks lockdown nog altijd gekkenhuis op de koopwoningmarkt. Zorgen om impasse op woningmarkt. Grote mismatch vraag en aanbod. Hypotheekrente race naar de bodem gaat door. Met andere woorden, de hypotheekmarkt en de woningmarkt zijn volop in beweging. En dat heeft natuurlijk impact op de adviespraktijk. Dit is Beter Weters Blikken Vooruit. En mijn naam is Saskia Paulussen. Ik ben uw host van vandaag. Ja, wat gaat 2021 brengen op het gebied van vastgoed, hypotheken en financieel advies? Daarover ga ik in gesprek met drie experts: Paul de Vries, Tom van der Geest en Michiel Meijer. Zij geven hun visie op 2021 en geven weer wat zij denken dat er gaat gebeuren in de markt. En aan het eind van het programma gaan ze ook nog de strijd aan om de titel Beter Weter 2021. En u kunt ook een prijs winnen met uw visie over 2021. En daarover hoort u aan het eind van het programma ook meer. En we zijn sowieso benieuwd naar uw inbreng, naar uw vragen. Dus stel deze in de chat en wie weet beantwoorden wij uw vraag hier aan tafel. We gaan u ook gericht een aantal vragen stellen. En daarvoor kunt u met uw smartphone een QR-code scannen die u onder in uw beeld ziet. Heeft u uw beeld op maximaal staan, maak het dan weer even wat kleiner, zodat u de QR-code goed kunt scannen. En er staat ook al een eerste vraag voor u klaar. Want we willen heel graag weten vanuit welke plaats u naar deze uitzending kijkt. Dus scan de QR-code en vul de vraag in. En ondertussen starten wij met onze eerste gast. Ja, de eerste gast, dat is Angela Eilander. Welkom, Angela. Ja, jij kon uiteraard niet ontbreken vandaag, maar voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Angela? Ja, Angela Eilander. Ik ben senior manager bij Centraal Beheer en verantwoordelijk voor de business line financiële diensten. En dan denk jij, wat doe je dan eigenlijk? Ja, ik ben daarbij commercieel verantwoordelijk voor alle particuliere producten en diensten, zijnde niet-schadeverzekeringen. En waaronder dus ook hypotheken, waar we het vandaag over gaan hebben. Ja. Oké. En vandaag is de eerste keer dat er Beter Weters vooruit georganiseerd wordt. Waarom heeft Centraal Beheer dit initiatief genomen? Goeie vraag, inderdaad. En het antwoord zit eigenlijk in de kracht van samen. We vinden het ontzettend belangrijk om met onze adviseurs in gesprek te zijn. Mm-hmm. En om echt kennis te delen. En ik denk dat het altijd belangrijk is, hè, om met je businesspartner goed in gesprek te zijn en kennis te delen. Maar in deze markt, hè, deze kennisintensieve markt die volop in beweging is, is het misschien nog wel belangrijker dan ooit. En je begon net wel zelf heel mooi met alle krantenkoppen. Mm-hmm. Je kan gewoon geen krant openslaan of er staat wel iets in over de hypotheekmarkt of de woningmarkt. Gisteren nog in het FD een uitgebreid artikel over de oversluiters. Gisteravond nog Radar, waar natuurlijk ook Paul de Vries aanwezig was. Dus het is een hele kennisintensieve markt die volop in beweging is. En hoe mooi is het dan eigenlijk dat wij vandaag in dit event gewoon drie experts aan tafel hebben en met hun echt vooruit gaan blikken en de kennis gaan delen met elkaar. Ja. Nou ja, dat het initiatief gewaardeerd werd, dat blijkt wel, want we hebben heel veel mensen te gek vandaag. Ja. Ja, super. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd vanuit welke plek ze dan deze ik ook, uitzending kijken. Dus ik ben heel benieuwd of er al antwoorden binnen zijn. Ah, mooie wordcloud. Oké, Alkmaar Amersfoort. Ja. Ging je eruit? Ja, het is grappig, we hebben deze vraag ook wel eens bij ons gesteld. En dan kwamen er toch slaapkamer, bijkeuken. Kelder. Ja, dus het is allemaal Keurig netjes. Keurig netjes ingevuld, ja. Mooi. Maar op zich wel een mooie verspreiding. Ja, door het zeker hele land weten, heen. Ja. Ja, beter weters, even positieve zin des woords. Hè? Absoluut. Het gaat absoluut over mensen met een expertise, een visie op de markt. Ben jij een beter weter? Ik denk dat als je maar aan mijn man gaat vragen, dat hij je zeker een ja krijgt. Misschien ook wel aan mijn team. Maar als je het hebt over prognoses maken, vooruitkijken in de markt, dan denk ik dat ik toch meer iemand ben van
Ja, het luisteren naar de verschillende perspectieven. Dus daarom ben ik ook heel erg benieuwd naar vandaag. Mm-hmm. En meer in scenario's denken. Ja, dus daarom vind ik extra interessant wat de heren vandaag gaan vertellen. Mm-hmm. Wat hun verschillende perspectieven eigenlijk zijn. Omdat ik het niet zo heel erg belangrijk vind wie nou zo meteen gelijk heeft. Maar de vraag is, van zijn we nou voorbereid als keten? Zijn we nou voorbereid op de markt wat er komen gaat? Ja. Dus een beter weter die zich graag laat inspireren. Misschien is dat... Oh ja, mooi gezegd, ja. We zijn natuurlijk ook heel benieuwd hoeveel beter weters we hier als kijker op de stream hebben. En daarvoor hebben wij dus weer een vraag klaarstaan. Mocht u net inschakelen, u kunt de vragen dus scannen met uw smartphone, de QR-code scannen. En dan krijgt u de vragen te zien. Ja, en wij zijn heel benieuwd. Bent u een beter weter? En dan kunt u ja, nee of check bij mijn vrienden invullen. Nou, wij zijn heel benieuwd. Ja. We hebben ook nog een speciale rol voor twee razende reporters die wij het land in hebben gestuurd. En zij stellen zich in dit filmpje even aan u voor. Kijk, goedemiddag kijkers. Ed, waarom staan we hier op de video? Ja, goedemiddag. Dag Saskia, welkom. En al onze gasten die in de uitzending zitten. Wij zijn hier vandaag hard met z'n tweeën aan de slagpaal. Om naast de beterweters die jij in de studio hebt, ook in de markt, namelijk al die hypotheekadviseurs die wij af en toe ontmoeten en waar we mee in gesprek zijn, om die ook vooral te vragen van wat zij vinden van een aantal onderwerpen die wij met elkaar vanmiddag gaan behandelen. Dus Paul, ik zou zeggen, let's go en laten we kijken wat de markt hiervan vindt. Ja, en we gaan bijna door het hele land heen, van Den Bosch tot aan Schagen en op en neer. Heerlijk. Allerlei soorten intermediairs, allerlei leuke gesprekken hebben we al gevoerd, maar we gaan er nog meer voeren dadelijk. Ik ben benieuwd of deze aspirant beterweters het beter weten dan onze experts in de studio. Wij gaan het zien. Over naar jullie. Nou, vrolijk duo. Dus heel benieuwd naar hun filmpjes. En eventjes kijken of we al heel veel beterweters nu als kijker hebben. Benieuwd naar de uitslag van die vraag. Hoop dat die al binnen is. Kunnen we die zien? Ja. Ik ben niet verbaasd. Nee. Ik ook. Dat is alleen maar mooi. Ja, zeker weten. We kunnen elkaar inspireren. Oh, kijk, het loopt nog op. Hij loopt nog op. Nou, heel goed. Fijn. Zoveel beterweters die met ons meekijken. Voordat we in gesprek gaan over de woningmarkt, gaan we dus naar onze razende reporters. Want die hebben de visie in het land opgehaald over de woningmarkt. De woningmarkt nu versus de woningmarkt eind 2021. Overspannen. Die is groeiend. Die is groeiend. Ja. Nog steeds geweldig. Nou, die gaat wel weer stijgen. Dat wordt wel weer beter. Nog beter. Hoe kijk je aan tegen de enorme huizenprijsstijgingen van het afgelopen jaar? En als je vooruit kijkt naar 2021? Door de enorme huizenprijsstijgingen kunnen mensen minder snel een huis kopen. Dus ze zitten er vaker naast. Ja, ik denk dat de stijging nog wel door blijft zetten. Vooral vanwege het tekort en het feit dat de vraag gewoon nog steeds hoog blijft. En dat hebben we al eens eerder gezien. Hè? Ja, dat werkt de huizenprijzen in de markt. En dat is jammer, vooral voor de starter. Ja, ik ga er gewoon vanuit dat gezien het geld in de markt wordt gepompt, nog steeds, dat ook de huizenprijzen, net als heel veel andere assets, ja, die zullen gewoon blijven stijgen. Als je dan verder zou gaan kijken, denk ik, ja, ligt het maar net aan hoeveel impact de coronacrisis gaat hebben in 2021. Dat zal misschien daarna pas gaan afnemen. Hoe goed denk jij dat jij kunt voorspellen? Dat is een hele lastige. Ik denk dat ik het goed kan, maar de resultaten zijn niet altijd van die aard dat het ook bewezen kan worden. Maar in het kader van de beste beterweter, denk jij een hele goede beterweter te zijn? Zeker. De gemiddelde verkoopprijs van de gemiddelde woning eind 2021, hoe hoog denk je dat die is? Ja, ik denk dat we richting de 4 ton gaan. Zo'n 374.000 gemiddelde verkoopprijs. 390.000 euro. 334. 395. 370. Ja, onze eerste beterweter van vandaag is begonnen ooit bij de TU in Delft als onderzoeker naar woningprijsmodellen en prognostiseren van de woningprijs. Via de Rabobank, waar hij als woningmarkteconoom aan het werk was, ging hij naar het kadaster waar hij nu werkt, terug naar zijn roots, onderzoek doen naar de woningmarkt. Welkom Paul de Vries. Dankjewel. Paul, als jij zo naar het filmpje net keek van de beterweters in het land, wat valt jou dan op? Nou, dat er behoorlijk veel mensen zijn die het echt denken te weten. Dat in ieder geval. Dat merk je natuurlijk altijd in het land. Een heleboel mensen denken toch wel te weten dat de woningprijzen gaan stijgen, bijvoorbeeld.
Dat er nogal wat verschillende voorspellingen zijn. Ja, eigenlijk. Het liep nogal uiteen. Loopt uiteen. Nou, ja. Werd er ook gezegd, hè, kun je goed voorspellen? Ja. Kun je goed voorspellen? Nou, eigenlijk, ik ben wel heel goed in het maken van modellen die voorspellingen maken. En waar ik ook goed in ben, is om te laten zien dat die modellen in een moment van crisis, waar we denk ik naartoe gaan, een kanteling van de markt, dat ze dan niet voorspellen. Of heel slecht voorspellen. Kan je eigenlijk niet meer van ze op aan. Ik zal even teruggaan naar de vorige crisis. Toen hadden we bijvoorbeeld een dalende rente. Dan zou je zeggen, een dalende rente. Dat zeggen we nu namelijk. De dalende rente zorgt ervoor dat die prijs gaat stijgen. Werd ook nog in het filmpje gezegd. En toen hadden we een dalende rente en een dalende prijs. Nou, dat geeft gelijk aan hoe moeilijk voorspellen is. Ja. En eigenlijk in deze tijd zijn, als het een beetje wringt, gaan die voorspellingen ook lastiger worden. Er komt er meer ruis op de markt. Op gaan de we lijn. Ons er toch een beetje aan wagen in deze uitzending? Ja, straks wel. Ja. Ja. Nou ja, een eerste voorspelling is ook gelijk een vraag aan u, de kijkers thuis of waar in het land u ook kijkt. En die vraag luidt, steeds meer mensen zullen uit de stedelijke omgeving vertrekken. Deze vraag kunt u weer via uw smartphone beantwoorden. We gaan daar straks ook jouw mening over vragen, Paul. Maar even een terugblik op de woningmarkt 2020. Ja. Want coronacrisis, corona brak uit. We dachten, oh jee, de markt stort in. Ja, maar het liep allemaal anders. Het liep allemaal anders. Ja. En we dachten ook met z'n allen dat het de verkeerde kant op zou gaan. Verkeerde kant bedoel ik op. Dus dat we veel minder woningverkopen zouden zien. Misschien wel een prijsdaling. Er waren ook vooral banken die prijsdalingen voorspelden. En kort geleden zijn de Nederlandse Bank nog van, echt in een stukje van, hoe is het mogelijk dat die prijs nog niet gaat dalen? Uh-huh. Dus dat vinden we met z'n allen dat dat logisch is in zo'n crisissituatie. Wat eigenlijk ook logisch is. Nou, ook ik dacht dat hoor, in maart, april, mei. Toen dacht ik echt van, nou, dat moet een effect krijgen. Yeah. Maar het is niet zo geweest. Yeah. En dat komt denk ik toch wel door die steun die we, ik ga gelijk het antwoord geven. Yeah. Dat we steunmaatregelen hebben gehad. Dat is van belang. En wat erg belangrijk is, dat de oorzaak niet een woningmarktoorzaak is of een economische oorzaak. Dat is een pandemie, een ziekte. Mm-hmm. Die ligt een beetje buiten. Dat zijn we niet gewend. Ja. Dus we moeten eens aan wennen wat er dan gebeurt. En dan worden we ondersteund door het Rijk. En nou ja, dus, ja, ik ben die onderzoeker dan weer. Dus dan lees ik weer onderzoeken van anderen. En die zeggen van dat zo'n pandemie, als die overgaat, als we dat uitzicht zien, dat we het dan op de woningmarkt redden. Ja. Dus dat. Dus dat is al een positieve voorspelling. Ja, ja, ik heb een tipje van de sluier mijn voorspelling. Als je kijkt naar 2021 bijvoorbeeld, wat zie je dan gebeuren? Ja, dat moet ik straks pas zeggen natuurlijk. Maar mijn argument is dus dat het wel wat beter gaat. Dat het goed blijft gaan met die woningmarkt. Wat we dus met aantallen woningverkopen en met die prijsontwikkeling. Maar hoewel wat we ook zien is dat die nieuwbouw achter gaat blijven dit jaar, is naar alle schijn. Want we zien veel minder vergunningen voor nieuwbouwwoningen. En je kan alleen maar bouwen als je vergunning hebt. Mm-hmm. Dus eigenlijk verwachten we met z'n allen minder nieuwbouwwoningen. En als er minder nieuwbouwwoningen zijn, zijn er ook minder transacties in de bestaande bouw. Want als je een nieuwbouwwoning koopt, laat je een andere woning achter. En dus ga je ook toe naar een markt met iets minder woningverkopen. Ja. Als afgelopen jaar. Dan moeten we ook bij bedenken dat afgelopen jaar wel een enorm goed jaar was. Hè? We zitten op de toppen van wat we eigenlijk kunnen. Ook met hypotheekverstrekkingen, denk ik. Ja. Je moet ook je adviseurs hebben om al die hypotheken te kunnen verstrekken. Dus we zitten ergens aan ons top. En dan is het ook niet gek dat je iets. Nee, op een gegeven moment heb je een plafond natuurlijk ook bereikt. Ja. Dus dat is wat je voor 2021 dan ziet gebeuren? Maar aantallen zie ik wel iets minder dan afgelopen jaar. Ja. Maar zie, mag ik Maar zie je dan ook, want ik vond het interessant, want gisteren even zat ik radar te kijken. Ja. Zat even jou te volgen. En daar zei Peter natuurlijk ook wel. Hè, de vraag werd ook gesteld van wat moet er dan nu acuut gebeuren? Hè? En volgens mij gaf hij drie dingen weer of zo. Hè? Ja. Er moeten direct woningen bijgebouwd worden. Ja. En we moeten wonen ook anders gaan inrichten. Ja, en regelgeving. Ja, precies. Ja. Zie je dat ook gebeuren? Hè? Zie jij die trends op ons afkomen ook? Die andere
kosten nou, meer? In alle verkiezingsprogramma's, en iedereen wil dat ook, willen we meer gaan bouwen. Dus we willen wel met z'n allen aan die bouwbehoeften. Ja, die is echt nodig. Mm. We hebben natuurlijk echt in de afgelopen 10 jaar te weinig, 15 jaar eigenlijk, te weinig gebouwd. Dus daar moeten we echt wel inlopen. Willen we weer iedereen een fijne woning gunnen en geven. Dus we moeten wel gaan bouwen. Maar het is wel heel moeilijk hoor, met al die regelgeving die op ons afkomt, met duurzaamheidseisen die er zijn. Nou, is er nog voldoende plek? Ja, dat is er. Er is een plek zat. Ja. Eigenlijk, dat kan ik dan ook zeggen vanuit kadaster. We hebben gewoon informatie. Er is woningbouwgrond voldoende. Okay. Dus als je wil, kan je nu gelijk 100.000 woningen starten met bouwen. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat die gronden van allerlei mensen zijn. En dat er allemaal procedures zijn en afstemmingsprocedures. En gemeentes die natuurlijk een rol hebben. Ja. Terecht, want we leven in een democratie. Ja. Dat geeft oponthoud, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Als je door wil. Er is ook een kijkersvraag binnengekomen. Okay. Staat, je hebt het over steunmaatregelen voor de woningmarkt. Ja. Of welke bedoel je dan? Ja, steunmaatregelen voor de woning. Daar wordt nu heel erg over nagedacht. Hoe kan je de woningmarkt helpen om, als we het over nieuwbouw hebben, die nieuwbouw op gang te brengen? Nou, dat gaat vaak dan met geld, met budget. Dus we hebben de Nederlandse overheid heeft er geld voor over. En in de verkiezingsprogramma's strooien ze ook met miljarden. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is er ook een groep van iets van 35 organisaties in Nederland die met elkaar ook hebben gezegd hoe je de woningmarkt een stukje kan helpen. Mm-hmm. Maar die komen op 5 miljard uit om wat nodig is om dat setje te geven. Yeah. Dus het is niet gezegd dat het allemaal zo makkelijk gaat als dat we willen. Okay. En dan komt er ook nog bij dat we kunnen met z'n allen wel willen dat er gebouwd moet worden. Mm-hmm. Maar uiteindelijk koop jij of ik of een verhuurder die woning. Yep. Jij en ik willen graag bij een openbaar voerknooppunt wonen. Mm-hmm. Of bij een uitvalsweg van een grote weg of in de natuur. En liggen daar wel die woningmarktgronden? Ja. Het al een complex vraagstuk. Heel complex, ja. We hebben een kleine 10 minuten met jou. Dus ik wil heel graag door naar het volgende onderwerp. Want dat was ook gelieerd aan de vraag die we aan de kijker hebben gesteld. Hè. Steeds meer mensen zullen uit de stedelijke omgeving vertrekken. Zullen we eerst kijken wat iedereen daarvan vindt? Ja, kijken of we... Eens. Eens, ja. Oh, zie je dat is redelijk duidelijk. Eens. Ben je het er ook mee eens? Deels eigenlijk. En waarom deels? Eens ben ik het mee eens, omdat het al gaande is. Mm-hmm. Eigenlijk dus als we kijken naar de afgelopen jaren, zien we al er verhuizen mensen meer naar buiten een stedelijk gebied dan naar een stedelijk gebied. Eigenlijk verhuizen de meeste mensen naar een stukje minder stedelijk gebied dan daarvoor. Yeah. Dus die trend is eigenlijk al zichtbaar. Maar tegelijkertijd had je verwacht dat door corona die trend zal versterken. Mm-hmm. Dat je echt zal zien van vooral rondom nu, laat ik maar zeggen, dat je opeens ziet van er zijn meer mensen die buiten de grote stad kopen. Dat is ook niet zo. Mm-hmm. Dus de corona heeft tot nu toe geen trendbreuk veroorzaakt. Nee. En in de wensen van mensen, dus als je vraagt wat wil je, willen ze het allemaal? Mm-hmm. Maar in de acties zie je het vaak niet terug. Okay. Een groot verschil tussen wens en actie. Gedrag en En dat kan ook met het aanbod te maken hebben. Dat kan ook met waar je werk is. En een heleboel redenen zitten erachter. En dat is ook iets wat zich voort gaat zetten? Eigenlijk verwacht ik dat wel. Ja. Eigenlijk verwacht ik dat als straks corona voorbij is, dat we alweer heel snel, tenminste, hunkeren naar je collega's te zien. Ja. Dus ik denk dat we toch wel weer heel snel gewoon het fijn vinden om dicht bij je werk te doen. Ja, ja. Je haalde het net al even aan, hè, de particuliere verhuurders. Als we daarnaar kijken, als ik ook kijk naar het afgelopen jaar, hoe hebben zij het gehad? Het afgelopen jaar, dat was echt wel het coronajaar. Dan zag je dat opeens hun klanten wegliepen. Die verhuren aan jongeren en expats en vooral die buitenlanders. Ja, we zagen ook de huurniveau naar beneden gaan van particuliere verhuurders.
Dus, en je zag ook het aantal aankopen licht dalen eigenlijk. Dus kochten minder dan het jaar daarvoor eigenlijk. Maar ik verwacht wel dat als we nu kijken naar het heel 2020... en vooral naar het dat we de overdrachtsbelasting hebben verhoogd voor particuliere investeerders vanaf 1 januari. Ik verwacht eigenlijk wel, er zijn wel tekenen voor dat ze heel veel aangekocht hebben afgelopen de laatste maanden van 2020. Ja, het kwartaal, ja. Dus dat we daar wat succes hebben. Ja, dat hoor je ook wel door andere mensen ook zeggen. Maar het is wel. Nou, binnenkort zullen wij als Kadastra wel wat over zeggen, deze week nog, denk ik. En tot slot nog heel even dan een doorkijkje. Want hoe zet ze die trend zich voort voor particuliere verhuurders in 2021? Ik denk dat het gewoon nog doorzet. Ja. Maar is het eigenlijk, waarop dat. Ik denk dat dat. Ik denk dat de woningnood is er nog steeds. Vraag naar huurwoningen is er nog steeds. Ja. De huren stijgen nog. Rente is laag. Ja. Dus eigenlijk is er helemaal niks veranderd in de motieven waarom je in woningen zal investeren. Ja, oké. Okay. Ja, dankjewel Paul voor jouw beter weten. Het gaat super snel natuurlijk in 10 minuten. Maar wij zien jou zo meteen aan tafel nog even terug voor de battle. Wij gaan ons verdiepen in de hypotheekmarkt. En ook daarover zijn onze razende reporters weer het land ingetrokken. Dus laten we eerst eens kijken naar de visie in het land. De hypotheekmarkt nu versus de hypotheekmarkt eind 2021. Ja, die gaat groeien. Booming. Rustiger. Meer. Ja, als ik het één woord, dan denk ik overhit. Overhit. Welke ontwikkeling schets jij als de beste ontwikkeling in de hypotheekmarkt? Ja, ik denk dat eigenlijk nog steeds de digitalisering is. Ik denk dat het nu voor klanten en adviseurs makkelijker wordt gemaakt om een hypotheek aan te vragen. Afgedwongen door de situatie die gecreëerd is, maar die is goed opgepakt. En als die aan beide kanten, zowel aan adviseurskant als aan de kant van de cliënten, wordt het omarmd. PSD 2, wat er al is, maar veel meer uitgenut kan worden. Bijvoorbeeld met iWise en Octo, wat een enorme vlucht kan nemen. En waar wij echt wel in geloven. Dus ik denk de beste ontwikkeling is vooral dat er weer meer ruimte is voor maatwerk. Dus individueel, dus dat echt gewoon naar de klant, of in ieder geval naar de hypotheek achter de klant wordt gekeken. Het lijkt erop dat jij redelijk goed kunt voorspellen, klopt dat? Ja, dat weet je nooit. Maar ben jij een echte beter weter als adviseur? Ja, zo'n ego heb ik wel. Hoe hoog denk je dat het totale hypotheekvolume gaat zijn, wetende dat we 2020 eigenlijk een record hadden? Ik denk dat het nog een stabiel jaar gaat worden. Ik ga op een lichte duim. Ik zit er maar 140 van. 139. 150 miljard. Nou, tussen de 165 en 170 miljard. Ik ga inzetten op 119.300. En dan gaan we naar mijn idee gewoon naar 180 miljard gaan we toe. Ja, onze tweede beterweter is aangeschoven. Hij startte in 2001 Hypsotech, waarin hij zich bezighoudt met verschillende projecten, strategische studies en opleidingen. Hij noemt zichzelf vakman, ondernemer, inspirator en visionair. Welkom Tom van der Geest. Dankjewel. Ja, jij noemt jezelf visionair, dus beterweter, dat moet jou passen. Absoluut. Ja. Overal hebben we een visie en een mening over. Nou, heerlijk. Fijn dat je er dan bent vandaag. In het filmpje hadden we het al even over de ontwikkelingen, digitalisering en ruimte voor maatwerk. Wat vind jij goede ontwikkelingen? Als je naar de markt kijkt, en zeker ook naar vorig jaar, denk ik dat een van de opmerkelijkste dingen is dat we eigenlijk steeds langere rentevaste periodes sluiten. Het is, meer dan de helft van alle hypotheken die gesloten zijn, zijn 20 en 30 jaar vast. Natuurlijk komt dat door het niveau van de rente. De rente is laag. Consumenten snappen ook, met een lage rente, als ik het nu vastzet, ik heb een goede deal, maar vooral, en dat vind ik erg belangrijk, ik heb lang zekerheid over mijn hypotheeklasten. Nou, dat is gewoon uitstekend goed gedrag van consumenten, met hulp van de adviseurs. Dat vind ik wel eigenlijk het meest opmerkelijke van 2020. Ja, nou, dat sluit wel heel mooi aan ook bij de kijkersvraag weer.
Want die luidt, meer dan 2/3 van de hypotheek in 2021 wordt gesloten met een renteperiode van 20 jaar of langer. Dus daar mag u antwoord op gaan geven. En ja, daar komen we zo dan ook natuurlijk nog weer wat verder op terug als we het over 2021 hebben. Maar we hoorden net al hè, dat de woningentransacties die waren hoog vorig jaar. Dat geldt natuurlijk ook voor hypotheken, dat het een recordjaar was. Absoluut. Ja. We hebben de meeste hypotheken in euro's gesloten ooit. Ik weet nog wel dat in 2006, vlak voor de kredietcrisis, hadden we een jaar waar we, ik geloof, 123 miljard sloten. Nou, we hebben nu de laatste berekeningen vorig jaar 135 miljard gehad. En dat in een jaar van crisis. Nou, dat hebben we natuurlijk al een beetje besproken. Hoe komt dat? Wat zijn de belangrijke drivers daarin? Nou, enerzijds natuurlijk de woningprijs. Hè. Gewoon als die maar omhoog gaat, dan gaan we vanzelf hogere hypotheek sluiten. Maar anderzijds zien we natuurlijk dat een heleboel mensen toch besluiten om de hypotheek over te sluiten vanwege die lage rente en vanwege het feit dat dan 20 of 30 jaar vastsluiten, ja, dat geeft een hoop zekerheid. Ja. Want je noemt het al oversluiten. Ik las van de week geloof ik dat we het al hebben over een oversluitingsgolf. Ja. En sommige mensen denken, ja, maar wat is er nu nog over te sluiten? Iedereen die toch een betere hypotheek kan krijgen, heeft dat toch al gedaan of heeft met zijn adviseur overlegd. Nou, daar is ook wel wat onderzoek naar gedaan. Dat komt overigens ook in dat artikel in het Financieel Dagblad aan de orde. En daar wordt toch becijferd dat er toch nog een hele grote groep mensen is die potentieel kan oversluiten. Mm-hmm. Ik denk dus ook dat 2021 nog wel een jaar is wat flink in het teken staat van oversluiten. Ja. Dus ja, daar liggen zeker, de kansen. Zeker als we zien nu de rente loopt wat op. Dan wordt altijd iedereen enorm zenuwachtig. dus dat is toch ook eigenlijk vorig jaar wel een soort katalysator voor het oversluitproces geweest. Ja. Dus angst van, oh jee, nu moet ik erbij. Ja, angst, maar ook wel gewoon een soort wake-up call bij klanten en adviseurs. Van ja, als ik het nu niet doe, ben ik dan een beetje de kans kwijt. Ja, dus daar liggen de kansen voor de markt. Zeker. En de markt heeft natuurlijk ook, maar dat heeft Paul natuurlijk al een beetje aangestipt. Daar zitten natuurlijk ook gewoon moeilijke kanten aan. We hebben het al over starters gehad. Ja. En eigenlijk is dat niet nieuw. We hadden dit gesprek inderdaad ook vlak voor de kredietcrisis kunnen voeren in 2006, 2007. En dan hadden we het ook over starters gehad en hoe moeilijk die het hadden op de markt. En over huizenprijzen en dat die erg omhoog gingen. Ja, na de kredietcrisis gingen de huizenprijzen naar beneden. Dat dachten we natuurlijk nu ook allemaal. En dat gebeurt niet, maar de omstandigheden waar we nu in zijn, die zijn toch nog wel iets anders als in de kredietcrisis. Ja, dat we net ook al zeiden, het is een pandemie, dus het heeft niet met geld te maken. Het heeft niet met geld te maken, maar ook als je kijkt naar de hypotheekmarkt zelf. Hoeveel hypotheek hebben wij nu als Nederlanders? Hoeveel lenen we? En we denken we lenen enorm veel. Dat ten opzichte van andere landen van Europa is dat ook zo. Maar als je het vergelijkt met waar waren we nou in 2008, 2009... denk ik dat we er toch gewoon veel beter voor staan. Dus ja, de financiën van consumenten, van hypotheekklanten, is toch gewoon robuuster dan een jaar of 12 geleden. Ja. Laten we eens even kijken naar de kijkersvraag die we net gesteld hebben. Nou, daar is het ook weer het overgrote deel, is het daarmee eens. Deel jij die mening? Ik denk het wel. Zeker. Wat ik zei, de rente. We zien de rente wat oplopen. Wat je dan vaak als effect ziet, is dat de hele lange rente wat harder oploopt dan de 10-jaarsrente. Dus het verschil wordt wat groter. We zagen natuurlijk vorig jaar dat het verschil tussen 10 en 20 eigenlijk maar steeds kleiner werd. Mm-hmm. Dat zou misschien nog een beetje roet in het eten kunnen gooien. Maar ik denk dat iedereen die de mogelijkheid heeft om zijn rente lang vast te zetten, dat hij dat ook zal doen. Ja. Tijden van onzekerheid. Ja. We gaan op zoek naar vastigheid. Ja. Nou ja, het woord rente valt al een paar keer. En het is natuurlijk al, de kranten staan er al bol van de afgelopen weken. Want wat gaat er gebeuren?
met de rente, Tom? Ja, dat is dan zo'n vraag. Als je dat aan iemand als je die vraag stelt, dan denk ik, ja, als je antwoord geeft, waarom zit je hier? Want als je dat weet, dan. Maar, nou, ik heb daar toch wel wat idee over. En we zien de rente nu wat oplopen. Daar worden we dan zenuwachtig van. Ja, dat heeft alles te maken met het idee dat wij meer inflatie krijgen. Mm-hmm. Komt eigenlijk vooral uit Amerika. Die Amerikanen denken dat als straks corona over is, dat, dat de economie explodeert. Er zijn ook redenen wel voor om aan te nemen dat dat in Amerika best nog wel kan gebeuren. Als je kijkt naar de Europese economie, ja, ik denk dat wij, als we straks na de zomer een beetje het stof is neergedaald, dat we tot de conclusie komen dat we het nog wel een beetje puin te ruimen hebben en dat het misschien toch allemaal niet zo vlot gaat en we toch ook nog wel een flinke coronarekening te betalen hebben. Nou ja, en dan is het aan de ECB om waarschijnlijk toch nog een beetje te stimuleren. Dus ik denk dat de rente omhoog gaat, maar ik denk ook dat die later dit jaar weer naar beneden gaat. Ja, en dat allemaal hoe de crisis zich ontwikkelt. Ja, maar uiteindelijk zal hier in Nederland, wij verwachten natuurlijk in Nederland dat zo rond de zomer we uit de pandemie, ja, dat we de pandemie een beetje achter ons laten. Ja, en dan moet die economie moet aan de slag. Ja. En ja, dan kunnen we eigenlijk pas een beetje goed de schade opnemen. Ja. We hebben een kijkersvraag gekregen. En die luidt, helpt het als er steeds meer nieuwe aanbieders bijkomen? Dat ligt eraan. Als er een aanbieder is die of een nieuwe markt wil bedienen, of een aanbieder die iets meer maatwerk wil aanbieden aan consumenten, dan zou dat echt nog wel een toevoeging kunnen zijn voor de markt zoals we die nu hebben. Mm-hmm. Komt er een aanbieder met, zeg maar, een standaard productenset? Ja, we hebben veel aanbieders. Hè. Die nieuwe aanbieder rest maar één ding, en dat is concurreren op prijs. Overigens, ook dat is goed voor consumenten. Hè? Ja. Maar ik denk eigenlijk dat een aanbieder echt waarde toevoegt als die ook wat in het productenpalet nieuw brengt in de markt. Ja. Kun jij heel kort nog even jouw visie geven op wat er gaat gebeuren met de nieuwe regering en wat er dan met de hypotheekrenteaftrek, et cetera, gaat gebeuren? Ja. Dus de belasting op de woning. We krijgen natuurlijk, als we 17 maart zijn wezen stemmen, een tijd dat we formatie krijgen met een regeerakkoord. Ik ben er stellig van overtuigd dat de eigen woning en de fiscus in dat regeerakkoord, dat daar iets over afgesproken wordt. En ja, het zou me echt heel erg verbazen als de trend niet zou zijn dat de hypotheekrenteaftrek verder wordt afgebouwd. We kennen natuurlijk al jaren het idee dat in 2031 we daar eigenlijk een beetje van af moeten zijn. Vorig jaar is er een rapport gekomen van het Centraal Planbureau. Daar staan wat visies in. En naast dat ze eigenlijk pleiten voor die afbouw van de hypotheekrenteaftrek, zijn er ook een aantal suggesties om de eigen woning naar box 3 te verhuizen. Geheel of gedeeltelijk. Dat zou nog wel eens voor de lange termijn misschien dan wel meer impact kunnen hebben op de huizen- en hypotheekmarkt dan waar we het nu over hebben, corona. Ja, oké. Dus dat zal de boel zomaar eens op kunnen gaan schudden. Zeker. Ja. En ik ben ook erg benieuwd wat dat oplevert. Overigens, de impact voor, zeg maar, de adviespraktijk zal enorm zijn. Want we gooien het fundament waar we 40, 50 jaar hypotheken mee verkocht hebben, gaat dan overboord en we krijgen nieuwe regels. Ja. Spannend. Ja, en ook voor de consumenten. Het is op een gegeven moment ook gewoon zo niet meer te volgen, die fiscaliteit rondom die eigen woning. Zeker. Dus dat zeker, is ook zeker, echt wel een frictie zeker, die we ja, daar. Maar goed, ik kom er van een generatie dat het met de paplepel was ingegoten. Ja. Dat fiscaliteit en optimaliseren op de fiscaliteit, dat was zo belangrijk. Ja. En je ziet natuurlijk eigenlijk gewoon, als je jonge mensen spreekt, ze weten het wel, maar ja, het is toch niet meer zo belangrijk. En het is ook niet meer zoiets wat ze bezighoudt. Ja. Dus daar is natuurlijk de afgelopen jaren al een enorme verandering heeft daar plaatsgevonden. Ja. Maar het wordt een spannend jaar, als ik het zo hoor. Ja, ik denk het zeker. Ja.
Nou, dankjewel Tom. Jou zien we zo meteen ook terug aan de tafel voor de battle. Want het is alweer tijd voor onze derde Beter Weter. Maar eerst schakelen we nog één keer over naar Paul en Ed en de visie over de adviespraktijk. De ontwikkeling in de adviespraktijk? Digitalisering. Zoom. Digitaal had ik als woord. Persoonlijk. Ik denk nog te weinig. Wat is het meest veranderd in jouw adviespraktijk? Dat consumenten, mensen die op zoek zijn naar de hypotheek, een stuk wijzer zijn geworden en zelf weten waar ze ook informatie vandaan moeten halen. Dat is toch wel dat we van eigenlijk hypotheekregelaar, dat we meer naar echt financieel adviseur zijn veranderd. We hebben het altijd al wel gedaan, maar toch steeds die adviseur en de klant achter adviseur zoveel mogelijk centraal willen hebben. Waar het eerst altijd gewoon fysiek was, daar was er weinig discussie over, is het nu toch wel de helft tot twee derde wat via beeldbellen gaat. Nu ben je toch wat sneller to the point, maar je hebt ook een kijkje bij de mensen thuis. En de mensen hebben ook wel eens een kijkje bij mij thuis en dat levert ook wel leuke gesprekken op. Arjan, hoe goed denk jij dat je kunt voorspellen? Ja, ik weet het gewoon zeker. Oké. En Jesse, weet jij het nog zekerder dan Arjan? Of zeg je, nou, ik ben wat behoudender in het voorspellen? Nee, ik weet het niet beter. Daarvoor heb ik Arjan dus. Ja. Oké, dus van jullie twee, wie is dan de beter weter? Arjan. Oké, dankjewel. Nou, in ieder geval, heb ik het al over deze. Wat denk je dat de gemiddelde 10-jaars NAG-rente gaat zijn? Dan denk ik dat we op een 0,45 uit gaan komen. 0,6%. 1% rond. 1,2. 0,67. Rond 0,95. Het is toch een spelletje. Ik ga er helemaal naast zitten. Maar dat gaat 0,94 zijn aan het eind van het jaar. Ja, onze derde beter weter van vandaag vervulde rollen bij ING, Florius, de hypotheker en ABN AMRO. Sinds 2018 is hij directeur van de Van Brugge Adviesgroep en heeft daar de focus op het verhogen van de klanttevredenheid, optimalisatie en intensivering van de klantcontactmomenten en het bereiken van de juiste balans online en offline. Welkom Michiel Meijer. En dat zonder stotteren. Ja, goed hè. Hele mond vol. Ja. juiste balans, on- en offline. Daar lag een focus. Een mooie uitdaging. Nou ja, zeker natuurlijk. Ja. Maar dan eerst even een compliment voor alle hypotheekadviseurs die kijken. Hè. Want het was in januari, februari 2020 al verschrikkelijk druk. En toen gingen we de lockdown in en toen explodeerde alles. Mm-hmm. En we hadden natuurlijk al met elkaar stappen gezet naar digitalisering. Hè. We hebben dat er vaak over gehad. Ja. Advies op afstand, data delen met elkaar. En opeens was er geen andere manier. En moest je wel. Ja. En nou, ik hoorde een van de beter weters, want het gaat er vooral om dat zij het veel beter weten. Ja. Natuurlijk, want wij spreken continu klanten. Ja. Hoorde ik zeggen dat het natuurlijk ook komt doordat consumenten en adviseurs dat zijn gaan absorberen. Ja. Ja, en dat vind ik echt een compliment waard. Want het is nog steeds waanzinnig druk. Ja. We hebben een vraag, ook voor de kijkers. Na de zomer zal het aantal hypotheekaanvragen snel afnemen. Deze vraag verschijnt als het goed is weer op uw smartphone. Kunt u gaan beantwoorden? Ja, dan gaan wij straks ook even ons licht overlaten. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Ja, als jij dus kijkt naar 2020, wat heb je dan nog meer gezien buiten wat je net noemde? Nou, dan heb je natuurlijk de stap naar digitalisering gezien. Wat ik ook echt mooi vind, is de flexibiliteit van adviseurs. Want op een gegeven moment was het natuurlijk kiezen voor klant en adviseur. Bij welke manier van bedienen voel je prettiger? Ja. En er zijn allerlei vormen gaan ontstaan. Beeldgesprekken, toch nog een fysiek gesprek, natuurlijk coronaproof. Ik zag spreekkamers met allerlei plastic en kunststof wanden ertussen. 1,5 meter tafels. Dat vind ik toch wel erg knap. Ja. In een periode waarin adviseurs, denk ik, knijterhard aan het werk zijn met elkaar. Ja. Zonder dat de klant tevredenheid beïnvloedt. Wat was de verdeling daar eigenlijk in? Ik ben wel benieuwd naar. Want je zegt, eigenlijk hebben een aantal adviseurs dan toch wel mensen op kantoor gehad met dingen. En de aantal toch digitaal. Hè? Is dat een beetje 50-50? Je ziet toch nog steeds dat er gewoon een groep klanten is die een fysieke afspraak hebben. Ja. En ik weet eigenlijk van de meeste adviseurs dat het altijd zo was dat er aan de klant voorgelegd was, wat wil je?
Nou, grote groep klanten zegt, joh, ik vind een afspraak op afstand uitstekend. Maar er zijn ook gewoon een groepen klanten die zeggen, joh, ik vind het toch prettig, mits dat verantwoord is, om een gesprek in een spreekkamer te hebben. Ja, want het gaat wel ergens over, hè? Ja. Dan is het ook wel... Ja, en er zitten natuurlijk ook hele complexe situaties tussen, waarbij het toch nog best wel lastig is om die documenten met elkaar te delen, goed te lezen, te begrijpen. En ja, daarvan merkte je wel dat men het ook wel fijn vond om af en toe dat samen door te nemen. Ja. Ik wil even een blik naar 2021 werpen. Want wat gaat er nou gebeuren als een MKB'er... die jarenlang florerende zaken heeft gehad, nu door omstandigheden slecht heeft gedraaid en hypotheek aan gaat vragen? Nou, dat is denk ik wel iets. En ik zit hier namens de adviseurs, waar adviseurs zich ook wel echt zorgen over maken. En ik ook. Ja. Want als je natuurlijk kijkt, je zult maar MKB'er of ZZP'er zijn. En in 2018 en 2019 heb je prachtige jaren gehad. Mm-hmm. Opeens valt 80% van je omzet weg. Ja. En als je dan kijkt naar, nou ja, je gaat volgend jaar, kom je in relatieproblemen, je gaat scheiden. En als je dan kijkt naar de methodiek waarop geldverstrekkers dan naar jouw situatie kijken, werden natuurlijk altijd jaren uit het verleden meegenomen. En was er altijd zo'n regel van, ja, maar het laatste jaar is dan wel bepalend. Ja. Dus leuk wat je in het verleden hebt laten zien, maar we kijken ook naar het laatste jaar. Ja. En waar ik heel bang voor ben, is dat we met elkaar de ruimte niet krijgen. En dat is ook wel echt een oproep, denk ik, naar toezichthouder, naar NAG, maar ook gewoon naar alle banken. Trekkers, om met elkaar die ruimte te zoeken waarin je wel gewoon maatwerk kunt leveren. Mm-hmm. Ik hoop dat we niet in de kramp schieten en de regeltjes blijven toepassen, maar dat we gewoon ook met elkaar kijken dat dit een unieke situatie is. En dat we daar uitzonderingen op toepassen. Ja. Dus een andere toetsinkomensbepaling vraagt dat. Ja, in ieder geval rekening houden met de unieke situatie waarin we nu zitten. Ja. En misschien een jaar. Nou, we hebben al eens gezegd, waarom haal je niet een jaar eruit? Ja. En kijk je toch naar wat in een normale periode de resultaten wel geweest waren. Ja. Even kijken hoor, want volgens mij zijn de antwoorden binnen op de vraag over het aantal hypotheekaanvragen na de zomer. Als we daar even het antwoord kunnen bekijken. Oh, de meesten zijn oneens dat het na de zomer sterk zal afnemen. Wat vind jij? Nou ja, dat is een beetje flauw om te zeggen. Maar bij mij zit het vooral in het woord sterk afnemen. Mm. Ik ben het oneens met het feit dat het sterk afneemt. Ik denk dat we een lichte afname gaan zien in de tweede helft van het jaar. Volgens mij zei Tom van der Geest ook al, er is nog steeds een oversluitmarkt. Nou, dat verwacht ik ook. Maar er is bijna geen woning meer te koop. Nee. En wat je dus gaat krijgen is dat mensen die willen aankopen, die willen wel, maar die vinden niks. Mm-hmm. En ik verwacht dat de terugval in de aankoop niet gecompenseerd wordt door de volledige oversluitopbloei. Mm-hmm. Dus dat we in de tweede helft van het jaar een licht dalende aantal aanvragen gaan zien. Ja. Ja, dus hier stond sterk. Ja. Nou, dan ben Toch niet helemaal, ja. Dan ben ik het met de beterwetens aan de andere kant van de lens, ben ik het eens. Precies, schandalen. Eventjes kijken, want hier, wanneer valt de hypotheekmarkt stil? Dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat het effect... Kijk, we leven nu een beetje in een kaastolp-economie. Dus onze overheid heeft een kaastolp om de economie heen gezet. We hebben een recordlaagte via cementen. Eigenlijk merkt niemand nog echt iets van de effecten die allemaal op ons af gaan komen. En ik vrees wel dat volgend jaar, als we de boel komt weer op gang en we gaan merken hoe mensen en bedrijven ingeteerd zijn op hun reserves, we gaan reorganisaties krijgen, dat we dan ook aan geldverstrekkerskant risicoopslagen gaan zien, dat het risicobeleid wordt aangepast, dat het lastiger gaat worden voor groepen om een hypotheek te kunnen krijgen. En dan is het vervolg dat we gaan zien dat de hypotheekmarkt gaat afremmen. Ja. En ik hoop dat ik op dit item ongelijk krijg. Ja. Maar ik denk dat het wel die kant op gaat. Kan wel een scenario zijn. Ja, dus ik verwacht rond de zomer 2022 dat we wel echt effecten gaan merken van een markt die wat afkoelt. Ja. Waar ik even benieuwd naar ben, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wordt dat nu weer meer een topic sinds corona? Ja, wat ik zelf heel mooi vindt om bij adviseurs te zien, is dat het eigenlijk de weg die we met elkaar ingaan is van contract naar contact. Je zag een heel wat jaren geleden ging het eigenlijk om het contract. Ik was hypotheekadviseur, ik deed de hypotheek
En ja, dat was eigenlijk een champagne moment. En daarna gingen klant en ik weer uit elkaar. Ja. En nu zie je dat het contact over live events, dingen die mij in mijn leven bezighouden, die deel ik met mijn adviseur. Doordat er nu ook data gedeeld wordt, kan een adviseur ook proactiever contact opnemen. En daarvoor zie je dat het, je wordt eigenlijk meer financieel regisseur dan hypotheekadviseur. Ja. En ik denk dat de adviseurs die dat goed in de vingers hebben of krijgen, dat zijn de winnaars van de toekomst. Ja. Er wordt een vraag gesteld, die sluit hier wel een heel klein beetje bij aan. Dus kunnen adviseurs de drukte wel aan als de markt blijft doorgaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Want we hebben gezien in de periode, zeg maar april, mei 2020... was echt een piek waarin er in sommige spreekkamers of in sommige agenda's, virtuele agenda's, geen ruimte meer was. Mm-hmm. We hebben natuurlijk door de jaren heen gezien dat het aantal adviseurs is teruggelopen. De aanwas van nieuwe adviseurs blijft best wel achter. Dus we moeten het vak ook wat sexier maken. Jonge instroom. Mensen moeten het leuk vinden. Ja. Dus de adviseurs die nu zitten te kijken, die hebben een goede boterham en zullen dat ook nog heel lang houden, denk ik. En er zullen momenten zijn waarbij het te druk is en dan moeten klanten wachten. Ja. Het gek is dat klanten dat ook accepteren. Ja. Je ziet gewoon klanten die 10 dagen op een afspraak willen wachten, omdat ze gewoon bij een van de mensen die nu kijken, ze willen naar die adviseur, ja. Ja, en als ze dan ook goed advies krijgen, dan is het natuurlijk ook het wachten waard. Ja. Ja, Paul, dank je wel alweer. Maar Michiel was het, hè? Oh, sorry, Paul Michiel. Was Paul heeft op mij ook een hele diepe indruk gemaakt. Ja, Michiel, dank je wel voor jouw beter wetensblik. Wij gaan zo aan tafel de battle voeren. Angela, dank je wel. Ja. Ik kom straks nog bij jou terug, want jij gaat vertellen hoe we deze prachtige award kunnen winnen. En wij gaan in de battle, dus aan tafel. Michiel. Zet hem op. Ja, 3 heren met een enorme expertise aan tafel op de woningmarkt, de hypotheekmarkt en adviespraktijk. In de volgende Beter Weters blikken vooruit 3 dames, ga ik even vanuit. Jullie hebben allemaal een visie voor 2021, dus het is tijd om te kijken wie de Beter Weter is. Dus het is tijd voor de battle. Ik ga jullie zo meteen ieder een vraag stellen. Het zijn 3 vragen in totaal. Ik wil in eerste instantie gewoon 1 antwoord, keiharde aantallen wil ik van jullie horen. Daarna krijg je korte tijd om je antwoord toe te lichten waarom dat het beste antwoord is. U mag thuis op uw telefoon, terwijl u de battle volgt, kiezen welke van deze 3 experts de beste visie heeft volgens u op 2021. Ja, wie de winnaar wordt, dat weten we natuurlijk pas in 2022. Maar u mag alvast bepalen van, goh, wie heeft hier de beste visie. Nou, ik zeg, we gaan beginnen. Vraag 1. Wat wordt de gemiddelde verkoopprijs van de gemiddelde woning in 2021? Michiel. We mochten alleen nu de prijs noemen, hè? Ja. 363.500. 363.500. Paul. 357.350. Strategisch. En Tom. 369.000 euro. 369.000 euro. 363.500. Het ligt redelijk bij elkaar. Ja. En toch zijn jullie iets pessimistischer dan de, of nou ja, zitten jullie iets lager, laat ik het zo zeggen, dan in het, wat we in het filmpje voorbij hebben laten komen. Michiel, je mag toelichten. Nou ja, ik heb gekeken naar de gemiddelde prijs in het laatste kwartaal van 2020. Die was 342.000 euro. En daarvan heb ik een prijsstijging op losgelaten waarvan ik verwacht dat die realistisch is, gezien de markt, de interesse, wat mensen kunnen financieren. Dus zo ben ik op 363.500 uitgekomen. Ja, oké. Paul? Ja, dat lijkt er heel erg op wat ik heb gedaan. Ja. Ik heb alleen gedacht van de rente gaat toch iets stijgen en dat heeft een drukkend effect op die woningprijs. En ik denk dat omdat dat gebeurt, dat vertrouwen iets gaat aangetast gaat worden. Ja, ik denk dat er wat onzekerheid in de markt komt. Dus ik zo te horen ben ik aan een iets lagere prijsontwikkeling gaan zitten. Ja, iets minder vertrouwen dus. En wat is jouw visie daarop dan? Ik ben natuurlijk ook vanuit die 342 weggegaan. Maar we zitten nu in maart. Maar eigenlijk hebben we al de prijzen van de rapportage van kwartaal 2. Dus we hebben eigenlijk al een heleboel gedaan dit jaar. En als je kijkt hoe het gaat, de trend zet zich gewoon door. Mm-hmm. Dus ik heb gewoon de trend doorgetrokken en kom daardoor
het hoogste uit van de heren. Ja. 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 En wat kan een trendbreuk zijn? Altijd denk ik, ja, zeg maar onheil van buiten. Maar daar kan je echt heel moeilijk op plannen. Een beurskracht of nou ja, nog erger, oorlog. Hè, gewoon grote onzekerheid. Een gekke politieke verschuiving. Stel nou dat er een bizarre uitslag komt. Want we weten natuurlijk allemaal, heel veel mensen zijn op dit moment nog zoekende. Mm-hmm. Waar ze op zullen gaan stemmen. Nou, dat kan natuurlijk ook een impact gaan krijgen op dat zou een negatief impact. Nou, positief impacts bedenken natuurlijk. Hè, dat de rente echt nog lager gaat. Dat vertrouwen, dat omdat we minder gaan bouwen, die markt nog krapper wordt. Dat we toch met z'n allen gaan zoeken en er opeens heel veel hypotheekadviseurs bij komen om al die hypotheken te verwerken. Ja, dan gaat die prijs weer in de plus. Ja, dus dat is een positieve trend. Ja, je kan alle kanten een Big Bang bedenken. Ja. Maar verder zie ik hier nog niet heel erg veel vuurwerk. Nee, we zijn ook alle drie niet pessimistisch. Hè? Want ze komen natuurlijk fors hoger uit als het einde van Q4. Hoewel ik wel denk dat we aan de top zitten van... Ik denk zelf dat we aan de top zitten van prijsstijgingen. Omdat we dat wel met ons inkomen moeten betalen. Dat is eigenlijk waar ja, dat weet ik niet. Je ziet natuurlijk gewoon steeds meer dat vermogen en ook vermogensoverdracht... Dat echt onderdeel wordt van de financieringsoplossing. Ja. Dus, okay. En dat kan je wel fijn of niet fijn vinden. Dat is een andere discussie. Maar als je kijkt, als je neem een gemiddelde aanvraag. Dat gaat niet alleen maar over inkomen van de kopers. Nee. En we hebben afgelopen jaar 42 miljard extra bij elkaar gespaard. En die staat op een bankrekening niks te doen. Mm-hmm. Nog sterker... Ja, nou, wij gaan dit jaar meemaken dat we boven, nou ja, natuurlijk een bedrag, misschien, laten we zeggen een ton, gaan we echt negatieve rente betalen. Nou, je ziet nu in de adviespraktijk dat er ook steeds vaker vragen van ouders, maar ook familie komt. Van joh, hoe kan ik zoon, dochter of iemand uit familie helpen in de aankoop van een woning? Ja. En ja, dat heeft uiteraard weer een prijsopdrijvend effect. Ja, dat ben ik ook wel met je eens. Ja. En dat gaat komend jaar ook niet veranderen. Nee. Ja. Oké. Okay. De hypotheekrenteaftrek daarentegen gaat we in. Ja, dus als we de box 3. Zo zijn allerlei. Na 2023. Al zou nu de hypotheekrenteaftrek afgeschaft worden bij de huidige hypotheekrente. Ja, dan gebeurt er niet veel. Merk je bijna niet van. Nog sterker, ik denk dat de lasten naar beneden gaan. Want als dat gebeurt, stel dat we morgen de hypotheekrenteaftrek afschaffen, dan gaan we overmorgen. Nou, ik wil niet zeggen massaal, maar veel meer aflossingsvrij sluiten. Want het motief af te lossen is er niet meer. Dan moeten we nog wel even af van het feit dat aflossvrij in het verdomhoekje zit. Onder andere bij de toezichthouder, Tom. Hè? Dus daar moeten we dan wel wat aan doen. Ja, maar het mag wel. Dat is wel een issue. Ja, het mag wel, maar je wordt bijna scheef aangekeken als je op een verjaardag vertelt dat jij een aflossingsvrij hypotheek hebt. Ik denk dat het wel gaat gebeuren en ik denk dat het ook in relatie staat. En dan misschien niet dit jaar, maar wel de komende jaren. Ik denk wat de veranderingen zijn. Zeker als de woning naar box 3 gaat. Ja, oké. Okay. Maar goed, dat... Okay. Nou, goed. Dus er kwam toch nog eventjes wat vuurwerk op deze vraag. We gaan naar vraag 2. Hoeveel geld aan nieuwe hypotheken wordt er in totaal verstrekt in 2021? Tom? 125 miljard. Ietsje minder dan dit jaar. 125. 135. 135. 122 miljard. 122. Ja. Oké. Dan sta jij er het meest pessimistisch in. Ja, maar dat sluit natuurlijk ook een beetje aan bij het gesprek wat wij bij jou op de bank hadden. Want als je een kleine vertraging krijgt in de hypotheekmarkt na de zomer, dus geen sterke, een lichte vertraging, dan zal het dus ook zo zijn dat je minder nieuw hypotheekgeld gaat omzetten. Mm-hmm. Nou, ik verwacht dat bij een markt die afgelopen jaar 135 miljard was, dat we op ongeveer 122 miljard uit zullen komen dit jaar. Mm. Oké, Tom? Ja, natuurlijk dezelfde redenatie als... Giel en wie er het dichtst bij zit, betaalt volgend jaar een biertje. Ja, ja. Nee, je ziet natuurlijk inderdaad, we hebben een grote oversluitmarkt gehad. Hè. Ik zeg, die is er volgend jaar ook. Maar de vraag is die ook zo groot? Er is nog wel één ding en dat is dat we gewoon dit jaar minder nieuwbouw zullen hebben. Dus dan missen we gewoon transacties. En die kunnen we er ook niet bij toveren, dat gaat niet. Dus vandaar dat ik ook denk, ja, het is iets lichter. Het is iets naar beneden. Ja.
Ja, terwijl ik denk van de prijzen gaan toch iets omhoog. We zullen ook minder aankopen hebben, woningtransacties. Maar we zien nu al dat er heel veel, nu alweer heel veel oversluitingen zijn. Ja. Dus dat verwacht ik dat nog doorzet. En dan van mij middelt, bij wijze van spreken, die prijsontwikkeling en die aantallen een beetje uit. En ik ben dus eigenlijk op een gelijk niveau blijven zitten. Maar de hamvraag is dus ook of de oversluitmarkt, zeg maar, in het tweede half jaar de terugval van aankoop compenseert. Ja. Ja. Ja, dat gaan we zien. Ja. 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 Eigenlijk is dat het issue. Dat is de hamvraag waar je beter weten mee kan worden. Maar hoe goed is die te voorspellen? Wat is daarvoor nodig? Nou, dan komen we natuurlijk bij de vraag: wat gaat de hypotheekrente de komende periode doen? Mm-hmm. Ja. Nou ja, want als je daar kunnen we hier aan tafel denk ik ook een hele mooie, hele lange discussie over voeren. Ja. Want heel vaak zie je in de adviespraktijk dat na een eerste renteverhoging mensen nog twijfelen of ze gaan oversluiten, ja of nee. Je hebt ook met boeterente te maken, et cetera. Ja. Maar als de rente 1 of 2 keer kort achter elkaar verhoogd wordt, zie je dat mensen bijna een beetje in paniek raken. Ik wil de boot niet missen. Yeah. En die sluiten dan over. En dat is ook waar Paul op doelt. Die piek. Ja. Als je dus een oplopende rente gaat krijgen. Ja. We hebben Tom natuurlijk horen vertellen bij jou op de bank. Dat de rente eerst omhoog gaat en daarna weer naar beneden. Mm. Ja. Ja, dat zou een ultiem scenario voor de oversluitmarkt zijn. Ja. En het gaat gebeuren. Ja, hier. Dus, je hebt het gezegd. Ja. Zo is het. Ja. Ja, en we zien het ook gewoon in de statistieken terug. Hè. Dus precies wat jij zegt. Wat in de emotie van mensen is. Kan ik gelijk maar zeggen zien in mijn statistiekjes. Ja. En we zeggen, dat zie je gewoon oplopen dan op dat moment. Maar kunnen we ook nog heel even kijken naar waar we het net even al over hadden, over de MKB'ers die een hypotheek aangevragen. Ja. Jij kaart het probleem al aan, hè? Daar moeten we speciale regelingen voor hebben. Mag ik dat heel even in dit blokje nog even ter tafel gooien? En Michiel zei, dat is natuurlijk voor geldverstrekkers en voor de toezichthouder. En je noemde ook de NHG. En ik denk dat spreekt mij wel aan. NHG is natuurlijk een uitermate waardevol instrument wat wij in de Nederlandse markt hebben. Al jaren en jaren heeft ook in de kredietcrisis ontzettend goed bewezen, ondanks dat die markt zo naar beneden gegaan is, dat vooral ook toen starters toch weer verder konden. Ja. En dan zeg ik niet meteen dat je maar alles moet regelen, maar ik denk dat het heel goed zou zijn als de NHG bijvoorbeeld het voortouw neemt in deze discussie. Ja, want dat want is wel een. Gewoon als. NHG kan heel goed. De katalysator in het proces zijn. Ja. Ik denk als elke geldverstrekker dat zelf moet gaan uitdokteren. Ja, die krijgen met allemaal riskmensen te maken. En dat wordt natuurlijk een grote discussie. Het gaat vooral veel tijd kosten. Ja, maar daar heeft Tom helemaal gelijk in. Want waar je natuurlijk voor wil waken als geldverstrekker is dat jij straks even heel lullig gezegd het afvoerputje wordt voor alle MKB'ers die nergens meer terecht kunnen. Mm. Die komen dan bij jou. En vandaar dat, en we hebben hier natuurlijk al wel eens eerder, want met z'n drieën filosoferen we er regelmatig over. Van joh, je moet eigenlijk een generiek iets hebben waar ook ik als geldverstrekker terecht kan op het moment dat ik versoepel mijn regels om het MKB en die ZZP'er toch gewoon de mogelijkheid geven een woning te kunnen kopen of bij scheiding te kunnen verhuizen. Mm-hmm. Maar ik moet ergens op terug kunnen vallen waar een soort van dekking in zit. Ja. Want we weten allemaal niet wat de komende 1,5 jaar voor die groep met zich meegaat. Ja, en via de huidige regelgeving val je buiten de boot. Ja. Wellicht, dat weten we niet. Maar ik denk dat zeker NHG wel een beetje de geëigende partij is om daar ook wat voortouw in te nemen. Okay. Paul, jij wou nog wat zeggen? Nee. Ik hoor dit een beetje aan en ik denk dat is op zich goed. Want NHG dekt risico's af. En het is een groep die iets meer risico in zich heeft. Omdat je natuurlijk je moet het toch maar weer even opstarten en jezelf bewijzen als je een jaar corona achter je hebt. Mm-hmm. En dat is een extra risico en daar is NHG voor. Ja. Ik vind het een geweldig. Ja, het is leuk om daar mee te maken dat het zo ontstaat eigenlijk. Ja, ik vind het wel. We zitten heel strak in de tijd met de battle, maar ik zie dat er ook wel een hele mooie reactie binnenkomt. Afschaffing hypotheekrente zal een enorme financiële ellende veroorzaken en wordt door enkele sprekers onderschat. Ja. Moet dit in de IB-sfeer gecompenseerd worden? Dat sowieso. Ja, dus als je de hypotheekrenteaftrek afschaft, moet je in principe ook daar tegenover hogere inkomen zetten. Ja. Daar profiteren trouwens ook de huurders van. Hè, want inkomstenbelasting is voor iedereen en niet alleen. Dus je moet ook wat doen met het eigen woningforfait.
Maar, en daar kom ik dan weer als econoom. Maar hypotheekrenteaftrek is een inefficiënte subsidie. En dat betekent dat als je het afzet, dat het efficiënter ingezet wordt. En dat gaat via inkomstenbelasting. Nou, ik weet niet of... Nou ja, daar kunnen we natuurlijk ook een hele tafel... gras voor je kunt volgens mij het een niet doen zonder het ander. Dat is eigenlijk ook... Maar als je... Als je doorrekent, is verhuizen van de eigen woning van box 1 naar box 3... dat kan nog wel eens veel meer impact kunnen hebben... dan alles wat we met de aftrek doen. Oké, okay, ja, dat blijft een ding. Goed, we gaan naar de laatste vraag. Wat wordt de gemiddelde NHG-hypotheekrente... 10 jaars annuitair op 31/12/2021? 1,3. Lekker hoog. Ja. Ik denk dat ik fout zit. 0,89. 0,89. 1,04. 1,04. Dus jij bent optimistisch. Zeg ik dat? Kan je dat in dit kader zeggen? Ja. Nou ja, als het de hoogte het optimisme aangeeft. Mijn redenatie, Paul heeft gelijk. Hij wordt 1,3. Oh. Alleen, dat is die... begin van de zomer. En in mijn beeld gaat hij daarna naar beneden. En dus op 31 december zijn we op exact hetzelfde niveau... als op 31 december vorig jaar. Ja. Oké, Paul, je betekent helemaal opgelucht van jou. Dit is maar ik heb nog nooit hypotheekrentes voorspeld. Dus dat is het eerste. Okay. Dat moet ik ook toegeven. Ik, in mijn voorspellingen maak ik altijd gebruik van anderen. In dit geval. En in dit geval denk ik dat er iets meer risico komt in de markt. En dat gaat in risicoopslagen die in het hypotheekrentetarief zitten. Dus ik denk dat daar iets gaat gebeuren. Ik zit dus op Paul's lijn. Ik niveleer het iets meer. Want er zijn eigenlijk drie krachten die spelen. De ontwikkeling van de kapitaalmarktrente. De concurrentie tussen hypotheekverstrekkers. Zoals volgens mij een vraag aan Paul of Tom. Is het goed als er een nieuwe verstrekker bij komt? Nou, voor concurrentie altijd. En het derde punt is... hoe gaan banken het risico inprijzen dat er straks meer klanten zouden komen die in betalingsachterstanden terechtkomen ten gevolge van corona? Ja. Nou, die cocktail maakte mij op 1,04 uitkomen. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat als je dit aan het eind van 2021 goed voorspeld hebt, dan moet je daarna nog maar 2 minuten per dag werken. Ja. Want dan hoef je niet zo heel veel meer te doen. Ik kan heel goed gokken. Ja. Maar als ik jullie zo hoor, dan ligt toch echt de breuklijn zo rond de zomer. Hè? Dat we kunnen gaan zien hoe alles zich gaat ontwikkelen. Ja, Nederland dan weer open gaat. En dan hebben we ook gestemd. Dan weten we ook een beetje van kans op gaan. Ja, dan maar, is het regeringsakkoord. Maar eigenlijk zijn we alle drie wel positief. Ja, ik ben altijd... En het verschil tussen 0,89 en 1,3, dat is het verschil tussen... superlaag en ultralaag of zoiets. Dus, over de sterke daling en de lichte daling. Ja, nou, dank heren voor deze battle. Ja, wie gewonnen heeft, dat weten we natuurlijk begin 2022. Ja. Maar we kunnen wel gaan kijken wat de mensen thuis in ieder geval vonden... wie de beter weter 2021 is geworden. Nou, ik doe een roffeltje, want als het goed is... gaan we de uitslag nu in beeld zien. Wie is beter weter 2021? Ik ben het niet. Oeh, de spanning wordt goed. Oh, we zitten op het scherm te kijken. Nou, Michiel. Michiel. Gefeliciteerd. Nou, wij zeggen applaus, Michiel. Dank. En ik zou zeggen... die prachtige groene schitterend. Die zijn voor jou. Ja, maar die draag ik dan op aan alle adviseurs die gekeken hebben. Want namens hen zat ik hier. Natuurlijk. Ja, precies. Dus dat ze goed door kunnen battelen met deze handschoenen aan. Wij gaan kijken hoe die prachtige award die daar al op tafel staat te pronken... hoe u die kunt winnen. En dat gaan we u nu vertellen. Ja, Angela, dat was een battle. Dat was een battle, ik vond het een beetje jammer dat ik niet mee kon doen eigenlijk. Ik had 100 vragen nog aan de heren. Ja. Met wie was jij het meest eens? Ja, ik ben het eigenlijk wel een beetje met de kijkers thuis eens. Michiel had een goed verhaal, vond ik. Maar Michiel is natuurlijk ook een beetje een commerciële jongen. Dus die heeft altijd goede verhalen. En ik vond Paul ook wel heel erg sterk. Het is natuurlijk ook zijn vak. Mm-hmm. Dus ik zou misschien ook wel inzetten op Paul. Oké. Okay. Ja. Je hebt een prachtige woord in je handen. Ja, zeker weten. Dit is, wie kent hem niet eigenlijk? Hè? Dit is de gouden lookie van de beterweters blikken vooruit. En die kunnen jullie winnen voor de kijkers thuis. Want we hebben drie hele mooie, goede experts hier in de studio gehad.
Maar ik denk, en ik weet eigenlijk ook wel zeker, dat er heel veel mensen aan het kijken zijn die het misschien nog wel veel beter weten. In ieder geval vonden ze dat zelf. Ja, en ja. Er zit ook echt een bak aan kennis bij onze adviseurs. Dus ik hoop van harte dat jullie allemaal naar het wedstrijdformulier gaan. En dat jullie daar de antwoorden gaan invullen. En dat jullie meestrijden om deze award te gaan winnen. En ik hoop zeker de vrouwen die ik ook in het filmpje zag, dat die ook even gaan meedoen. Ja, precies. Toch? En, de link naar het wedstrijdformulier, die vinden jullie als het goed is in de chat. Voordat jullie die met z'n allen natuurlijk super fanatiek in gaan vullen, wil ik jou bedanken, Angela. Ja. Voor het organiseren van deze Beter Weters 2021. Op naar Beter Weters 2022. Ja, wat mij betreft zeker weten. Ja. Ik vond het leuk. Ik vond eigenlijk dat we tijd tekort hadden. Ja, vond ik toch? Ook. Ja, was zoveel beter te weten. Ja. Ja, dus dat doen we dan de volgende keer. Ik wil u ook hartelijk bedanken dat u mee hebt gekeken en mee hebt gedaan aan deze Beter Weters Blikken Vooruit 2021. Veel succes met het invullen van het wedstrijdformulier. En wellicht tot 2022. Dank u wel en tot ziens.